naar Radio 5. Goedemiddag, dames en heren. Het is 1:08 en dit is tot 3:00 de RVU. Met over een uur in de schatkamer een portret van de componist Harry Bannink. De man achter niet minder dan 3000 Nederlandse liedjes. Maar nu kunt u tot 2:00 luisteren naar ons documentaire programma Gebeurtenissen. Vorig jaar verdwenen in België op geheimzinnige wijze twee meisjes nadat ze tijdens een hypnoseshow van psychogoochelaar Rostelli onder hypnose waren gebracht. Ieder weekend staan in Nederlandse cafés en theaters vermeende hypnotiseurs hun kwaliteiten te gelde te maken. En zelfs in televisieprogramma's worden volwassen mensen overgehaald om onder hypnose op hun duim te zuigen, zich als baby te gedragen of een striptease uit te voeren. Programmamaker Peter Meiwes reisde voor ons naar België en ging op zoek naar de twee verdwenen meisjes. Hij belandde daarmee in de wereld van de hypnose. Een wereld van show, bedrog, therapeutische onzin en goedgelovigheid. Luistert u naar zijn documentaire die hij als titel meegaf, Hypnologica Fantastica. De twee meisjes zijn sinds 23 augustus vermist. Een speurtocht in het Noord-Franse kustgebied, zoekacties aan de kust en nationale en internationale affichecampagnes hebben nog geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Ik zou nog iets willen zeggen tegen Eefje en Ann. Eefje, het is hier papa en ik hoop dat je mij hoort. Wat er gebeurd is, Eefje, wij zijn niet kwaad. Wij hopen nog dat je terugkomt. Wat misschien een misstap geweest is, vergeet het, wij daar eens over te praten. Maar als je kunt, kom terug naar huis. En Anne ook. Want de ouders van Anne, die wachten ook. Wij zijn heel ongeduldig. Kom zo snel mogelijk naar huis of laat iets weten. Hypnologica Fantastica. Een wereld waar hypnotiseurs en hun cliënten samen met hypnotherapeuten en hun patiënten suggestie, realiteit en hypnose door elkaar mixen tot een fantastisch pseudologisch geheel. Kijk, de hypnose op zichzelf is niets paranormaals. Dat zullen de meeste mensen nu toch wel al weten. Maar het kan een poort zijn tot wat wij noemen toch, ja, of sommige mensen paranormale belevenissen zijn. Dus als je dan met de hypnose bezig bent, dan zullen veel mensen contacteren die bijvoorbeeld graag onder hypnose willen gebracht worden om inderdaad die zogenaamde andere wereld te gaan observeren of te gebruiken om in contact te komen dus met die entiteiten of ja, geesten, hoe je het ook wilt noemen. En daar heb ik toch wel een en ander mee beleefd. Ik heb voor dingen gestaan waar ik echt mij de vraag stelde, kijk, heb ik je nu echt met iets bovennatuurlijks te maken of is het weer al psychologisch te verklaren, maar dat ik echt nooit gekund heb, dat heb ik meegemaakt, ja. Mensen herinneren zich de meest bizarre dingen, dat ze bijvoorbeeld ik herinner me één boek van een dokter Gail Feldman. Een Amerikaanse psychotherapeut was dat. Die had een patiënte die beschreef bijvoorbeeld dat ze in een grote synagoge was, waar allemaal satanisten waren die de lichaamsdelen van kinderen in grote kookpotten aan het koken waren om daar kaarsen van te maken. Dat soort dingen worden in de vakliteratuur beschreven. En serieus genomen. Het is echt ongelooflijk. Rob Nanninga is secretaris van Skepsis,
een stichting voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen. Hij heeft al veel verschijnselen onderzocht, maar nog nooit heeft hij een spoor van bewijs kunnen vinden voor de paranormale oorsprong ervan. Soms lijkt het echter of Rob Nanninga moet vechten tegen de bierkaai, want het geloof in paranormale zaken is onuitroeibaar. Tot in zeer geleerde kringen zijn er mensen die geloven in het bestaan van dingen die in het geheel geen andere oorsprong hebben dan de menselijke fantasie. In Nederland heb je inmiddels verschillende academisch geschoolde therapeuten die geloven dat ze zelf patiënten onder behandeling hebben die door Satansekten zijn misbruikt en soms zelfs nog steeds misbruikt worden. Je hebt bijvoorbeeld professor van der Hart, een hele bekende traumadeskundige in Nederland, die gelooft daarin. Die zegt van, ik ken patiënten die hebben ook meegedaan aan grote internationale rituelen, grote ceremoniëlen in het buitenland. En die zijn er opgeleid om geheime missies te doen. Dat vertellen die patiënten hem allemaal. En dat schrijft hij dan in zijn artikelen, in vaktijdschriften. En zegt, nou, zo zit dat in elkaar. En hij had bijvoorbeeld op een gegeven moment hij ook een vrouw die moest opnieuw geprogrammeerd worden door zo'n secte. Want die secten die proberen ook zijn therapie te saboteren. En zo nu dan worden zijn patiënten gekidnapt en weer opnieuw met behulp van vaginale elektroshocks en andere gruwelijkheden worden ze dan weer opnieuw geprogrammeerd. En die vrouw die is dus op een gegeven moment ontvoerd op een satanische feestdag om opnieuw geprogrammeerd te worden. En dat heeft hem weken gekost om die programmeringen weer ongedaan te maken. En je moet er als therapeut ook nog rekening mee houden dat die satanische programma's, dat er soms ook backups van in de hersenen zitten. Hè? Dat is een soort computertheorie. Dus die satanisten die kunnen dan bepaalde programma's in je hersenen stoppen. En als je dan denkt dat je zo'n programma gewist hebt, dan moet je oppassen, want het kan best zijn dat er nog ergens zo'n backup zit. Academisch geschoolde therapeuten die de onwaarschijnlijke verhalen van hun patiënten geloven, dat is nog tot daaraan toe, maar daar blijft het niet bij. Wies Moget is een therapeute die zelf gelooft dat ze wordt belaagd door een gewelddadige satansbende. Wies die werd altijd 's nachts wakker. En dan had ze dus mensen, met name haar eigen ex-man, de vader van Petra en Lilian. En andere mensen, die zag ze altijd bij het raam om het huis heen lopen. Maar wat mij altijd verbaasde, maar dat durfde ik dus niet te vragen, van waarom maak je ons dan niet wakker? Want ik wilde die mensen natuurlijk ook wel zien. Maar nee, ze lieten ons altijd maar slapen, want we hadden ook onze rust. En ik had dat gewoon niet door, van dat klopt. Ik voelde wel dat er iets niet klopte, maar mijn angst was heel groot voor haar. Dus dat haalde ik niet in mijn hoofd om te vragen van, joh, maak me nou eens wakker. Ik heb er nog nooit iets van gehoord, want ze zouden dan op het raam tikken en fluiten. Dat zijn allemaal dan geluidjes waarvan dan zou je als een geprogrammeerde zombie uit je bed stappen en dan zou je uit de deur gaan. Een fluitje bijvoorbeeld, dat zou Petra en Lilian, die zouden daarop reageren. Dat zou dan de groep bij hun in hebben gebracht. Datzelfde toon van het fluitje. En dan sta je dus als het ware op uit je bed. En je gaat dus zo, loop je naar beneden en ga je naar buiten. En dan ga je dus mee met de groep. Dat was hun uitleg. Snap je nog een beetje? Ja. Wat gebeurt er dan allemaal met je? Volgens hun ideeën, als je een tijdje uit de groep weet te blijven en je wordt dan zeg maar weer gepakt, dan word je dus eerst gestraft. En dat kan zijn, wat Wies en Petra vaak helder hebben gekregen, is dat Wies en Petra of Lilian met z'n drieën tegelijkertijd werden meegenomen. En dat bijvoorbeeld Petra en Lilian zware elektroshocks kregen. Dat Wies moest toekijken, dat Petra en Lilian en Wies ook zwanger werden gemaakt. En dat ze abortus op tafels, dan moesten ze abortus plegen en dan het eigen vrucht opeten. Allemaal zulke soort dingen werden dan met je gedaan. Nou heb je een paar keer gezegd dat mensen gepakt werden. Ja. Wat is dat? Wat gebeurt er als je gepakt wordt? Ja, dat kan op allerlei manieren.
Als je al gedrogeerd bent door de groep, dan geven ze aan jou drugs mee. En dat bijvoorbeeld wat ik ook in het dagboek schrijf van Lilian, die accepteert al geen eens koffie meer van me. Bang dat ik wat indoe. Dus dan doe je iets in de koffie. En dan zou degene die koffie zou hebben opgedronken als een maklammetje, als de groep daar buiten loopt en diegene loopt ook alleen buiten, die zou dan zo meelopen. Wat Wies ook zei, was dat, dat ze een bepaald soort kleine naaldjes hebben. En dan, en dan als je buiten loopt, dan opeens iemand jou herkent en zo hey, een klap tegen je schouder geeft. En dan zo'n naaldenprik met ook drugs erin. En dan zou je ook als een zombie meelopen met de groep. We stapten in Oostende van de tram en sindsdien werd van hen niets meer gehoord. Vorige week toonden we ook foto's van het duo. Net als de foto's van de affiche dateerden ze die foto's van geruime tijd voor de verdwijning. Maar nu zijn er ook videobanden vrijgegeven die enkele uren voor de verdwijning zijn opgenomen. En dat zijn dus wel heel recente beelden. Anne en Eefje waren op 23 augustus 1995 op zomervakantie aan zee toen ze op mysterieuze wijze verdwenen. De laatste die hen zag was een nachtwaker die hen voor het station in Oostende heeft gezien. Ze liepen toen in de richting van de Visserkaai. Nancy van den Broek is journaliste bij het Belang van Limburg. Deze krant is gevestigd in het Belgische Hasselt, de woonplaats van Anne Marchal en Eefje Lambrechts. De allereerste dag zijn we daar zeer voorzichtig mee omgegaan, omdat we niet wisten welke richting het zou uitgaan. Het waren meisjes van 17 en 19 jaar oud. Ja, we dachten weglopen. We hebben het heel kleintjes gegeven. En later ja, werd duidelijk dat het misschien toch kon zijn dat ze niet weggelopen waren. En toen zijn we daar ja, meer over beginnen te schrijven. Mm-hmm. De laatste plaats die ze bezocht hebben was het casino van Blankenbergen. Daar hebben ze een show bijgewoond van Rasti Rostelli. Ja. Je gaat dan overleggen met collega's en ja, lezers vragen je ook dan van zou het er wat mee te maken kunnen hebben? En dat hebben we dus. Daar zijn we aan begonnen. We hebben mensen opgebeld die zich deskundigen noemden op dat vlak. We hebben gevraagd van kan het? En ja, bepaalde deskundigen zeiden dat het inderdaad mogelijk was dat ze in de war zouden kunnen zijn van die voorstelling van de show. Een van de mensen die al snel na de verdwijning van Anne en Eefje in de media opdoken was Etienne de Bolster. Hij wees op de gevaren van met name toneelhypnose. Trouwens, ik ben niet die. Ik beschouw me niet als een geleerde. Wanneer ik bijvoorbeeld die dingen aanhaal, geloof mij, die komen echt niet van mij. Er is wel een bepaalde vorm van. In de eerste plaats ondervinding natuurlijk, maar ik meen iemand te mogen aanhalen, een bekende Nederlander, dat is professor Dr. Bertolt Stokvis. In der tijd was die man was de deskundige in Leiden aan de universiteit en die schrijft dus over de hypnose wat dus de wat het gevolg kan zijn van een verkeerde techniek. En ik wil ze toch nog eventjes, en dat zijn zijn woorden. En hij zegt bijvoorbeeld, door de verkeerde techniek bedoelt hij onvoldoende desuggestionering. Een stokvis ben ik niet. Hè? Dus bij toneelhypnoses. Of bij hypnose als gezelschapsspel. De ongewenste naverschijnselen zijn, en ik ga ze nog eens herhalen, en dat is geen kleinigheid hoor, hysterische schemertoestanden. Ja, maar zeg. Paranoïde, getinde opwindingstoestanden. Soms gepaard met hallucinaties. Die man schrijft dat niet voor niks, hè. Lethargie, dus zich slaperig voelen, hè. Neurasthenisch, hypochondrisch getinte toestandbeelden. En op tetanie, kramptoestanden, gelijkende aanvallen.
Dit kan optreden bij experimentele hypnose en ook tijdens therapeutische zittingen. Met dat verschil dat de psycholoog, of wie het ook mogen wezen, de arts, deze zaken goed weet en dat in de hand heeft. Bij de theaterhypnose gaat men dit allemaal minimaliseren. Beste lezers, in de afgelopen jaren hebben veel mensen zeer onaangename ervaringen opgedaan met mevrouw Wies Mogets, die in Groningen het Instituut voor Videogestalt Therapie leidt. Op 10 februari 1995 schrijft Rob Nanninga een brief waarin hij mensen waarschuwt voor mevrouw Wies Mogets. Hij roept in zijn brief mensen op contact met hem te zoeken als ze ook nadelige invloed hebben ondervonden van Wies Mogets en haar Instituut voor Videogestalttherapie. Videogestalttherapie is een therapie waarbij videoopnamen van het gezicht van de patiënt worden gemaakt. De cliënt moet 3 maal papa, mama en zijn eigen naam zeggen. Uit deze videoopname destilleert mevrouw Wies Mogets dan op welhaast paragnostische wijze wat er met de cliënt aan de hand is. Vaak constateert ze dat er sprake is van een of ander ernstig trauma dat de patiënt tijdens de jeugd heeft opgelopen. Als de betrokkenen zich hiervan niets herinnert, brengt mevrouw Mogets de cliënt onder hypnose om op deze wijze herinneringen op te roepen. Ja, Jody, met Peter Meijvers van de RVU. Jody, jij bent ooit eens bij Mogets. Ja, daar ben je ooit eens geweest. Wat heb je daar eigenlijk gedaan bij Mogets? Ik heb bij het Instituut voor Videogestalt 2 dingen gedaan. Ik ben daar in therapie gegaan. En toen mevrouw Mogets bepaalde dat de therapie geslaagd en af was, ben ik ingegaan op haar verzoek om deel uit te maken van de staf. Mee te werken aan het opstellen van een lesplan. En ik heb zeg maar daar aan 2 kanten van de tafel gezeten. En ik heb daar vooral eigenlijk een kijkje in de keuken kunnen nemen. Ja. Ik ben van plan om naar Mogets toe te gaan. Ik heb een afspraak met ze gemaakt. Ja. En ik wil daar als cliënt naartoe, want ik heb nou zoveel verhalen gehoord. Ja. Dat ik wel eens wil weten van wat gebeurt daar als ik daar nou als cliënt naartoe ga? Ja, het lijkt me een gezonde nieuwsgierigheid. Oké, goed. Dan ik ga jou vertellen wat ik morgen aan mevrouw Mogets ga vertellen. Ja, je script. Mm-hmm. Mijn verhaal is dat ik 's avonds, als ik thuis alleen ben, wel eens de indruk heb dat ik niet alleen ben. Dat er nog iemand bij mij in de kamer is. Ja, dat je wordt gadegeslagen. Ja. Is dat tot zover goed? Ja hoor, ik denk dat dat heel serieus genomen wordt. Uh-huh. En dan loop je gevaar om daar geïnfecteerd te worden met een aandoening waar de staf, oftewel het familiebedrijf Mogets, zelf aan leidt. Dus dat is een kwalijke zaak, dan moet ik je wel waarschuwen. Je denkt dat ik dan zelf misschien na die tijd, dat als ik daar geweest ben, dat ik mijn eigen verhaal ga geloven? Ja, ik denk dat je dan niet alleen in een verleiding gebracht wordt, maar zelfs onder druk gezet zult worden om je eigen wanen zeer serieus te nemen. En te voeden. Toen je naar het Instituut voor Videogestalt toe ging, had je nou dit soort wanen ook? Of? Ja hoor, bij mij waren er ook heel pikante details. Ik had geen wanen, maar ik had het idee dat wat er in mijn leven misging, dat het mij overkomen was.
En ik had gehoord dat er een automaat confronterende therapie bestond. Daar was ik naar op zoek. En ja, ik was nooit op het idee gekomen dat mijn vader misschien wel incest met mij gepleegd zou hebben. En dat is een van de eerste dingen die mij daar wijsgemaakt werd. Kijk, ik kwam daar met het waanidee dat het allemaal aan de anderen had gelegen. En daar ben ik al zo wel van genezen. Zij het dan niet door Wiesmoget. Maar er werd mij daar wijsgemaakt dat ik door mijn vader seksueel misbruikt zou zijn. En dat het kenmerk van zo'n hevig trauma is dat je daar geen herinneringen aan hebt. En ik zou je zeggen, Peter, dat als je vertwijfeld bent of anderszins in emotionele problemen geraakt, dat je vatbaar bent voor suggestie. En dat is het gevaar van een instituut als het Instituut voor Videogestalt. Er wordt met suggestie gewerkt en onder hypnose. Heb je je vader ooit ook beschuldigd? Nee hoor, nee. Nee, het ging er bij mij niet in. Er zijn genoeg mensen, ook mensen die ik ken, die dat wel zijn gaan geloven en die dat nog steeds geloven. We laten nu nog enkele beelden zien, eerst vertraagd. Dit is dus Eefje. Het feit dat ze vertraagd zijn, de beelden, geeft een beetje de indruk van dat ze onder hypnose zijn. Maar dat zijn ze eigenlijk wel, hè, onder hypnose. Dat is duidelijk ook te zien aan de beelden. Ja, dat is natuurlijk het groot discussiepunt. Hè. Ja. Volgens meneer Rostelli is hetgene dat hij doet geen hypnose. We hadden ze nu elektronisch dichterbij. Kijk. Als Anne en Eefje nog steeds onder invloed van hypnose waren, omdat ze niet goed uit de hypnose zijn gehaald, zouden de meisjes nog steeds moeten handelen volgens de suggesties die ze op het podium kregen. Tijdens de voorstelling moesten ze onder meer in een citroen bijten. Toen hen gevraagd werd, wat is dat? Antwoordden ze, een perzik. De vader van Eefje Lambrechts toont een videoopname. Deze is gemaakt door een bewakingscamera van het casino in Blankenbergen. En hierop zijn Anne en Eefje te zien vlak na afloop van de show. Dan een foto. Hier zijn ze terug, kijk. En wandelen langzaam weer het beeld uit. Volgens mij is een van die meisjes de citroen aan het eten. Ze doen toch zo. Draait u dat nog eens terug? Ja, ze is iets in de mond aan het steken. Oh, waar heb ik het? Je bent een liar! Kijk, als je nu eens goed oplet, dan zie je op een gegeven moment dat ze iets. Laat u nu eens weer op play. Ja, inderdaad. Dat moet zijn je opletten. Die, op een gegeven moment dan lopen ze naar rechts. En dan heeft een van de meisjes iets geels in haar hand. Op een gegeven moment dan lopen ze naar rechts en dan heeft een van de meisjes iets geels in haar hand. Moet je maar opletten. Kijk, daar. Laat u nog eens verder. Kijk, ze is iets aan het eten. Zie je wel? Ze stopt iets in de mond. Wat is dat? Zou dat nog een citroen zijn? Of zou ze iets anders moeten in haar mond steken? Ik zou niet weten wat ze in haar hand heeft. We kunnen ze een beetje verder spoelen dan als ze terugkomen. Kijk, hier komen ze terug. Waarom komen ze terug? Weet u dat? Terug daar. Ja, dat is niet te zien, hè? Of ze iets. Ja, ze stopt iets precies in haar mond. Ik ben daar eigenlijk niet heel zeker van. Eén mogelijkheid bestaat, dat is dat ze met een zakdoek. Spreekt met een zakdoek. Kunnen kopen die door in haar mond. Van Rostelli. Oh, dat kan ook omdat ze in die citroen gebeten heeft dat haar mond kapot is. Ja, ik denk het dat haar mond kapot is. Het is precies dat ze een zakdoek heeft. Heel duidelijk is het niet, het is toch al beter dan een foto. Hier zijn ze terug, kijk. Ze heeft iets bleek, iets wit. Ja. Niet heel goed te zien wat het is, hè? Nee, het is moeilijk te zien wat het is. Kunnen we eens verder kijken? Ja. Het is precies dat ze met een zakdoek in haar hand aan haar mond veegt. Ik denk dat ze door die citroen haar mond gekwetst is of haar lippen gekwetst zijn. En dat ze daarmee een dag vegen is of iets. Dat ze daar last van heeft. De mensen die op het podium.
om, ik zag ook dat Eefje zo naar Remond ook kwam. Dus dat ook een gevoel had aan Remond. Hoe moet dat van die citroen is? Wij ook eigenlijk. Maar als je de hele film ziet, de 2 uur lange voorstelling, dan blijkt toch duidelijk dat ze wel onder hypnose zijn, althans tijdens de voorstellingen. Ja. Je kunt dat zo aannemen, alhoewel dat, zoals ik zei, de heer Rostelli van zichzelf zegt dat het geen hypnose is. Trouwens, dat zou verboden zijn, hypnose. Mm-hmm. En hij is trouwens een paar jaren geleden vrijgesproken voor het Hof van Beroep in Antwerpen. Ja, hij is zodanig dat hij een soort vrijkaart heeft dat hetgene dat hij doet in feite een show is, ja, en geen hypnose. Hij is wel verhoord over deze show, over wat hier gebeurd is. Marina Remeus is bij mevrouw Wismoget terechtgekomen vanwege een eetverslaving. En leest voor uit haar dagboek. Dit is 2 januari 94. En dan ga ik wat schrijven over de gids. En dat was de jongste dochter van Petra. Die was, zoals ze zichzelf noemde, helderziende. En ze sprak met een overledene en die noemde zij dan de gids. De gids heeft doorgegeven dat ik gepakt ben door de groep thuis. Dat ik ze binnengelaten heb. Toen ik liet zien in mijn agenda waar ik allemaal was, zei Wies, ja, maar dat schrijf je op. Ja, maar je schrijft het dan toch niet op. Dus het heeft geen zin om het meer op te schrijven. Lilian wilde al geen koffie meer van mij. Bang zeker dat ik er iets in doe. Het doet pijn en maakt me verdrietig. Ik voel me machteloos over die gids. Hij is de absolute waarheid. Als ik er tegen inga, zegt Wies, ik ga hier niet in discussie met jou. Je bent gepakt. Punt uit. En de groep was of is de groep die Wies Moget en haar familie ziet, die te maken heeft met de Satanskerk. Is dat zo duidelijk? Ja. De groep, de gids, mezelf, ben ik zo slecht. Ik voel mezelf slecht. Als ik Iris lekker bij een vriendin of buiten laat spelen, is de kans groot dat ze wordt gepakt door de groep. En dat is dus slecht. Met Iris gaat het steeds slechter. Ze gaat er steeds slechter uitzien. Heeft groot verdriet dat ze bijvoorbeeld niet bij Marianne mag spelen. Of de baby van Agnes als een vriendin van mij kan zien. Enzovoort. Dit is dus ook slecht. Conclusie, ik ben slecht. Ik zie en voel de bezorgdheid van de Mogetten, Gea en Reina. Ik ben er erg blij om dat ze zo aan me denken. Het is zo'n gevecht in mij. Ik kan er niet uit. Dit is. Mag ik ook wat zeggen? Gewoon, hè? Dit is vrij dramatisch. Wil je dat nog wel horen? Dood, dood, dood. Ik voel niets meer. Alleen wanhoop. Ik zou bijna gelovig worden. Maar ja, God is ook opgrijpbaar. Iris, ik hou zoveel van je. Zoveel, zoveel. Ik wil het beste voor je. Op dit moment kan niet anders dat je veel dingen niet kan doen. Anders zit je door mij weer in de groep. Even stop hoor. Godverdomme. Iris, ik zou je zo graag een leuke jeugd willen geven. Gewoon simpel, met z'n tweetjes dingen doen. Dat kan niet, alleen maar binnen het huis. En je voelt zo goed aan dat er iets niet klopt. Zo verdrietig ben je dat je niet zomaar bij je vriendinnetjes kan spelen. Och meisje, ik weet het ook niet meer. Fietsen mag niet, schaatsen op het slootje mag niet. Jordi uitlaten mag niet. Met je vader ga je skiën in Oostenrijk. Ik hoop zo dat je daar niks met de groep te maken krijgt. Dat je gewoon lekker kan skiën. Buiten met andere kindjes. Ik kan je dit niet bieden. Het enige wat ik kan bieden is dat ik ontzettend veel van je hou en kan zorgen dat je niet gepakt wordt door de groep. Als ik het instituut binnenkom, word ik ontvangen door Lilian Moget. Ze brengt me een kopje thee en geeft me een bijzonder hartelijke lach. Kort daarop loopt Wies Moget op me af. Het is een gezette vrouw met een vriendelijk gezicht. Ze stelt me voor aan Petra, haar dochter. Kort nadat we zijn gaan zitten en Wies me heeft uitgelegd wat er tijdens de intake zal gebeuren, begint ze me vragen te stellen. Ze vraagt naar mijn leeftijd en naar mijn werk. Over dat laatste lieg ik. Dan vraagt Wies me waarom ik naar het instituut gekomen ben. Ik vertel dat ik, als ik 's avonds alleen ben,
Ik wel eens het idee heb dat er nog iemand bij mij in de kamer is. Iemand die ik niet kan zien, maar die ik wel kan waarnemen. Wies Moget vertelt me dat dat helemaal niet vreemd is. Ze stelt dat er duizenden mensen zijn die dit soort ervaringen hebben en dat het dus eigenlijk heel normaal is. Petra is inmiddels op het puntje van haar stoel gaan zitten en zit zo te zien te popelen om er iets over te zeggen. Ze stelt dat mijn problemen waarschijnlijk niet veroorzaakt worden door het feit dat ik wel eens bezoek krijg, maar dat mijn probleem is dat ik het raar vind dat ik wel eens bezoek krijg. Ze stelt dat ik problemen heb door de manier waarop ik tegen mijn ervaringen aankijk. Als ik zou leren accepteren dat het heel normaal is dat ik wel eens bezoek krijg, dan zouden mijn problemen vanzelf wel verdwijnen. Want omdat ik het abnormaal vind dat ik wel eens bezoek krijg, sluit ik me voor de hele wereld af. Deze logica klinkt misschien wel aannemelijk, maar het veronderstelt geloof in paranormale verschijnsels. Ik verbaas me over de uitleg die ik te horen krijg en roep: ja, maar mijn bezoek wil seks met me. Wies vraagt me daarop voorlopig me niet al te zeer te focussen op mijn bezoek, maar dat ik eerst moet zorgen dat mijn relaties verbeteren. Dan zal ik ook wel leren omgaan met mijn bezoek. Misschien verdwijnen die ervaringen dan vanzelf. Joris Viviel brengt zoals elk jaar met zijn ouders de vakantie door op een camping in Zuid-Frankrijk. Op 5 april 1989 verdwijnt de jongen spoorloos. 17 dagen na de verdwijning van Joris ontdekken twee wandelaars het lijkje. De autopsie wijst uit dat Joris in de nacht van de verdwijning is vermoord. De Franse seriemoordenaar Francis Oom bekende enkele weken geleden de moord. Ik heb dat ook gedaan in het geval dus van Eefje. Ja. En Anne. Ja. U hebt in het geval van Eefje en Anne wat ook gedaan? Men heeft mij dus gevraagd in spiritistische kringen. Heeft men mijn hulp gevraagd om iemand die zeer mediamiek begaafd is, al op zichzelf, om toch nog een bijkomende hulp te zijn door middel van de hypnosetechnieken de toestand zo te verdiepen, om zo, indien Eefje en Anne zouden overleden zijn, misdaad of wat dan ook, of een ongeluk, om dus in contact te kunnen komen met de geest, of geesten, van Eefje en Anne. En dat heb ik ook gedaan, ja. En wat is daar, wat voor resultaat heeft dat? Dat zal ik u zult dat straks kunnen horen, als u dat interesseert, wil ik u dat wel eens. Maar goed. Ja. Is het stenen dorp? Heb je dat ergens op een plaatje zien staan? Nee. Ja, hebben ze heel lang gereden? Of maar even? Een uur of nu? Drie uur? Een half uur? Ik denk een kwartier. Een kwartier, ja. Nee, misschien langer, ja. Iets langer. Dus een kwartier en een half uur? Ja, denk ik, ja. Ja, wat was, had die man, reed die heel snel of rustig? Snel. Ja. Die was gehaast? Of? Ja. 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 Had die misschien gedronken, die man? Was die een beetje zat? Ik denk het, hè. Was hij ouder dan? Ja, was hij 20? Jong, zo lijk jij? Of was hem ouder? Ouder. Zo lijk ik ongeveer? Of jong? Zo oud ook niet, nee? Allee, dan. Lijk Sjaske dan? Ja. Ja? Zo'n 30. Ja. Zo, het kan ook 34 zijn. Ja, zo'n 30 jaar ongeveer. En hij had zwart haar. Ja. En heel groot. Zo lijk ik. Ja. Ja? Ja. Was die mager? Of zwaar gebouwd? Gewoon? Of stevig, struis? Stevig. Ja.
Ja, je hebt zijn gezicht gezien. Had hij een snor of een baard? Geen snor, geen baard. Had hij een dikke bolletjesneus? Of recht, een rechte neus? Of gewoon? Gewoon, nee. Is het moeilijk voor u om zo lang hier bij ons te blijven? Ja. Ja, wilt je liever teruggaan? Ik kom nog terug. Je komt nog terug. Moeten we nog terug iemand... Moeten we nog terug... Zoeken. We gaan zoeken. We gaan zoeken. In het Instituut voor Videogestaltherapie te Groningen kreeg Jetty Dijkstra te horen dat ze het slachtoffer was van incest. Jetty kan zich dat echter niet herinneren. Daarom moet ze onder hypnose. Dus wat er gebeurt is dat zij je op punten gaan aanraken. Bij je schaambeen, tussen je benen. Er zijn nog wat andere punten. Die dat vaak bij de keel ook. Ze hebben me een aantal keren het gevoel gegeven dat ik stikte. Dat was omdat ik heel vaak een rode keel had en zij daar hun eigen theorieën over hadden wat dat betekende. Dus wat er gebeurde was dat ze of mijn mond en neus afdekte en me bij mijn keel pakte. En als het te angstig werd, moest ik dan zeggen stop. Maar soms was er ook een situatie dat ze doorgingen juist om mij over die streep te krijgen. Juist om bij mij herinneringen boven te krijgen die ik daarvoor niet had. Het is wel waar dat ik op een gegeven moment zoiets had van dat ik een logische gevolgtrekking had van als ze me daar aanraken, als er zoveel angst boven komt, dan kan het niet anders zijn dan dat ik zwaar verkracht ben. En dat ging niet alleen over die periode. Het ging al vanaf mijn baby zijn af, werd er gesuggereerd. Nee, het klopt om verschillende redenen niet, dat verhaal. Op de eerste plaats is het helemaal niet aannemelijk dat wanneer mensen een trauma meemaken, dat ze dan dat trauma separeren naar een compartiment van het bewustzijn die niet meer toegankelijk is. Het hele idee van verdringing, dat is een heel problematisch idee. Professor Dr. Harold Merkelbach heeft zich gespecialiseerd in differentiële en experimentele psychologie. Hij is mede-auteur van het boek Verdrongen herinneringen en andere misverstanden, dat in februari uitkomt. Hierin stelt hij onder meer een aantal wijdverbreide misverstanden aan de kaak die te maken hebben met hypnose. De eerste vraag is of je met hypnose mensen kan terugvoeren naar een eerdere levensperiode. Ze kan terugvoeren naar de tijd dat ze een kind waren van pakweg 4, 5 jaar. We hebben het dus over volwassen mensen. Of er zoiets bestaat als hypnoregressie, zoals dat dan met een technische term genoemd wordt. Dat is de eerste kwestie waar veel onderzoek naar gedaan is. De tweede kwestie waarna veel onderzoek gedaan is, is of hypnose überhaupt in staat is om herinneringen, om die te verbeteren. Of het een superieure toegang geeft tot herinneringen die ergens in ons brein liggen opgeslagen. Eerst maar even die eerste kwestie. Kan hypnose ons terugbrengen naar een eerdere levensfase? Er bestaat een overzichtsartikel van een psycholoog Nash die alle experimenten, alle studies, alle onderzoeken op dat terrein zo'n rijtje heeft gezet. En dan praten we over tientallen verschillende studies. En waarin dus gekeken is of dat mogelijk is. Of het mogelijk is om iemand terug te brengen naar zo'n vroegere levensfase. Wat je zou verwachten als dat zo is, als dat echt kan. Dan zou je verwachten dat als je iemand in zo'n hypnoregressie brengt en hem terugvoert naar de periode van 4, 5 jaar. Dat ook het EEG, het elektroencefalogram, tekenen gaat vertonen van een 4, 5-jarige. Of dat iemand reflexen gaat vertonen die horen bij die vroege ontwikkelingsfase. Of dat ook iemand gaat praten
op een manier die overeenkomt met die eerdere leeftijdsfase. Of scores heeft op een IQ-test die passen bij die vroege leeftijdsfase. Nou, van het vele onderzoek dat naar al die vraagstellingen gedaan is, blijkt dat niet het geval is. Tweede kwestie, maakt hypnose het geheugen beter? Kan je daardoor toegang krijgen tot dingen die weggezakt zijn? Ook daar is heel erg veel onderzoek naar gedaan in de 50er, 60er, 70er jaren. Het gaat echt om tientallen studies. En telkens is het de conclusie weer van nee, hypnose maakt het geheugen niet beter. Mensen hebben wel de indruk dat het zo is. Hebben wel de overtuiging dat het zo is. Maar als je naar objectieve indicatoren gaat kijken, dan blijkt dat geheugen eerder slechter dan beter is. Proefpersonen die moesten naar een video kijken van een tasjeschover. En vervolgens, of een paar dagen later, kregen ze een Oslo-confrontatie. De dader die werd te midden van 5 andere personen getoond aan de proefpersonen. 1 deel van de proefpersonen werd onder hypnose gebracht, ander deel werd niet onder hypnose gebracht. En vervolgens werd aan alle proefpersonen de vraag gesteld van wie is dat nou? Wie is die tasjeschover? Wijs hem aan, te midden van deze 6 personen. En dan bleek dat de mensen die niet onder hypnose waren gebracht, dat die veel beter in staat waren om een correcte identificatie te geven dan de mensen die wel onder hypnose waren gebracht. Om maar de precieze cijfers te noemen, de mensen die niet onder hypnose waren gebracht, die wisten in 43% van de gevallen de juiste dader aan te wijzen. En van de mensen die onder hypnose waren gebracht, was dat maar 14%. Dus dat zijn opmerkelijke verschillen. En opnieuw toont het aan dat het hypnose geen enkele garantie biedt op een beter geheugen. Maar je hebt inderdaad tegenwoordig het probleem dat volwassen mensen die geen enkele herinneringen hebben aan incest, dat die om hele andere reden in een therapie gaan, bijvoorbeeld omdat ze een eetstoornis hebben, omdat ze depressief zijn, en vervolgens in die therapie onder hypnose gaan en dan op dat moment voor het eerst herinneringen krijgen aan trauma's, bijvoorbeeld incestueus misbruik, begaan door een van de gezinsleden in een ver verleden, 10, 20 jaar geleden. En als dat het geval is, als dat scenario aan de orde is, dat wil zeggen lange tijd geen enkele herinneringen hebben gehad aan incest en pas onder therapie herinneringen aan incest hervinden, als dat scenario aan de orde is, dan zijn er allerlei redenen om daar veel vraagtekens bij te stellen. Op 24 juni van dit jaar verdwijnen de Waalse meisjes Melissa en Julie tijdens een wandeling in de buurt van het huis van Melissa's ouders. Grootscheepse affichecampagnes in binnen- en buitenland en de verspreiding van robotfoto's hebben nog geen resultaat opgeleverd. Van Julie en Melissa ontbreekt tot hiertoe elk spoor. Wat er precies is gebeurd met Anne en Eefje is niet meer na te gaan. De theorie dat ze nog steeds onder invloed van hypnose waren na de show kan men gerust van de hand wijzen. Volgens deze theorie verkeerden ze in een toestand van bewustzijnsvernauwing en zouden daardoor volledig gedissocieerd zijn. Iemand die daar last van heeft, weet niet meer waar zijn armen zitten, waar het hoofd zit en waar de persoon in kwestie zelf is. Het is dan vreemd dat beide meisjes in zo'n toestand bij elkaar zijn gebleven, want ze zouden dan niet meer op de hoogte zijn van elkaars bestaan. Wat kan er wel gebeurd zijn? Nou zijn Eefje en Andy zijn het laatst gezien voor het station in Oostende. En waar gingen ze toen naartoe? Die nachtwaker, die heeft ze dan zien stappen naar de Visserskaai in Oostende. Ja. Tot daar heeft hij ze kunnen zien. En verder weet hij niet wat er gebeurd is. Maar als ze daar die Visserskaai zijn afgelopen, waar kom je dan terecht? Als je de Visserskade afloopt, kom je dus aan de kust. Dan komen ze wel aan de Dodentrap. Die moet kort aan het casino zijn. Ze noemen die ook Dodentrap, omdat er veel mensen al in zee gesuggeld zijn en verdronken. Nu, volgens de gerechtspolis zegt dat die mogelijkheid er ook in zit, dus dat ze op die trap geweest zijn. Dat ze in moeilijkheden geraakt zijn en dat ze misschien in zee verdronken zijn.
Mag ik u beiden wat vragen? Ja. Ik ben op zoek naar een trap hier aan de Visserkaai, waar wel eens mensen vanaf donderen zo het water in. Kunnen u mij vertellen waar die trap is? Ah, die trap langs daar, meneer. Je gaat dat zien. Ja? Ja, een eentje verder. Jij gaat dat zien, wat dat erop... Je gaat die tot op de hoek. Ja. Maar ik kan niet missen. Tot ongeveer 100 meter of 150 meter. En dan moet ik oppassen dat ik zelf niet in het water val. Ja, ja. Nee, het water is, ja, maar ik had het gewoon zien. Het is helemaal afgemaakt. Wat? Het staan veel van die dingen. Opgepast, van die, opgepast, opgepast. Ja, opgepast. Nee, opgepast staat erop. Oh ja. Ja. Oh, ja. Want ik ben Nederland, ja? Ja, ik kom uit Nederland. Ja. Nederland, ja. Ja, maar het is wel gevaarlijk, ja. Maar door soms water... als wij aan het wangelen zijn en wij zien dat... En wij gruwelen echt. Maar mensen die zo uit het water is, gaan dan naar beneden van die trap. En, ja, en als je dan iets zegt tegen hen, ze luisteren niet. En dan glijden ze zomaar. Maar ja, natuurlijk. Ja, dat is, ja, het water komt ineens naar boven en dan glijden ze natuurlijk. Staat daar een bos op? Dat is heel gevaarlijk. Ja. Goed, ik ga daar even een kijkje nemen. En dan de mensen die hen dan redden, zitten er dan ook soms in. Ze verdrinken dan ook, dat is ook al veel gebeurd. Dat die mensen... Het zal duidelijk zijn dat er in de praktijk van mevrouw Moget sprake is van een ernstige misstand. Rob Nanninga signaleerde een aantal van deze misstanden al in januari 1995. Omdat de gemeentelijke sociale dienst van Groningen op grote schaal therapieën van het Instituut voor Videogestalttherapie vergoedde, ging hij over tot het publiceren van deze misstanden. Hierop staakte de sociale dienst de betalingen. Mevrouw Moget heeft geprobeerd om via een rechterlijke uitspraak Rob Nanninga te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Deze eis werd op 15 december 1995 door de rechter afgewezen. Het ziet er niet naar uit dat er van overheidswegen maatregelen worden genomen tegen de wantoestanden op dit gebied. Ook de vraagtekens die professor Dr. Harold Merkelbach plaatste bij de algemene toepassing van hypnotherapie zullen voorlopig blijven staan. De hoofdinspectie voor de geestelijke gezondheidszorg overweegt geen stappen. Hoofdinspecteur Smeets. Allerlei mensen die allerlei vormen van psychische hulp of gebedsgenezing of instraling aanbieden en niet geregistreerd psychotherapeut zijn, daar kunnen we inderdaad niet als inspectie niet veel aan doen. En het is ook heel moeilijk om die groep aan te pakken, want iedereen heeft natuurlijk het recht te geloven in welke vormen van hulp hem helpen en kan dus kiezen voor een ieder die een vorm van hulp aanbiedt. Maar als er niet een registratie in het register heeft plaatsgevonden, kunnen wij als inspectie niet zoveel doen, behoudens als er strafrechtelijke zaken spelen, dan kunnen we in overleg met de officier van justitie vragen om maatregelen te nemen. Als ik voor de derde keer naar de praktijk voor videogestalt toe ga, neem ik me voor de therapeuten te confronteren met de feiten die ik over hen heb verzameld. Na binnenkomst blijkt dat Petra Moget ziek is. Ze wordt vervangen door Lilian Moget. Ik beken hen dat ik aan kennissen van mij heb verteld dat ik in therapie ben gegaan bij het Instituut voor Videogestalt. Dat de kennissen me vervolgens dingen over het instituut hebben verteld en krantenartikelen hebben laten lezen. En dat ik nu geloof wat in de krant staat. Vervolgens vertel ik dat ik heb gesproken met iemand die volgens het instituut van Moget het slachtoffer is geweest van incest. Ik vertel hen dat mijn seksvrouw aangaf dat dit helemaal niet waar was en dat het instituut had geprobeerd haar wijs te maken dat ze incest slachtoffer was, zonder dat dit op waarheid berustte. Terwijl ik dit vertel, realiseer ik me dat ik erg kwaad ben geworden. Ik denk aan al die mensen met wie ik inmiddels gesproken heb. En het is net alsof ik in dit ene moment de waarheid wil horen van het instituut zelf. Alsof ik wil dat ze bekennen dat ze met een onzintherapie werken. Natuurlijk doen ze geen enkele bekenning. Integendeel. Peter Veroen vertelt me dat dit soort dingen gebeuren als je in dit veld werkzaam bent. En dat men bij het instituut probeert mensen te confronteren met hun eigen ontkenning. En dat hij daar al vele malen een heel goed resultaat van heeft gezien. Tijdens het gesprek blijkt dat de beide therapeuten geschokt zijn over mijn beschuldiging en dat ze er niet veel zin in hebben om op deze voet verder te praten.
Ze verwijzen daarbij naar mijn gevoel. Ze zeggen dat het voor mij vreselijk moet zijn om als cliënt zulke verhalen over het instituut te horen. En dat ik wel alle vertrouwen in het instituut moet zijn kwijtgeraakt. Volgens hen heeft het alleen zin om verder te praten als ik hen weer kan vertrouwen. En dat het toch wel heel jammer is dat dit niet meer het geval is. Te meer gezien het diepgaande gesprek dat ik de vorige keer met hen heb gehad. Daarop vertrek ik. De proefhypnose die voor deze ochtend op het programma staat, laat ik voor wat het is. Hypnologica Fantastica was een documentaire uit de serie Gebeurtenissen van de RVU. Presentatie Ilse Wessel. Techniek Bert Vervoeren. Samenstelling Peter Meiwes. Het is mogelijk dat u na het horen van dit programma hulp of advies wilt hebben. Daarvoor kunt u nu bellen met de stichting Correlatie. 030-2331-335. Correlatie is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 5 en 's avonds van 7 tot half 11. Nog even dat telefoonnummer 030-2331-335. Als u dit programma nog eens wilt beluisteren, dan kunt u een cassettebandje bestellen. Maak 15 gulden over op Giro 66888 ten name van de RVU in Hilversum onder vermelding van de datum van vandaag, en dat is 3 januari 1996, en de titel van de documentaire Hypnologica Fantastica. Zo dadelijk, na het nieuws van 2 uur in de Schatkamer, een portret van de componist Harry Bannink. De man achter niet minder dan 3000 Nederlandse liedjes.